Goed nieuws voor PSV. Manchester City is bereid om Karim Rekik te verkopen aan de Eindhovenaren. PSV heeft naar verwachting tussen de 3 en 5 miljoen euro over voor de centrale verdediger. City wil waarschijnlijk wel een terugkoopgarantie. Of Rekik ook daadwerkelijk bij PSV blijft, is nog maar de vraag. Er zijn meerdere Europese clubs in hem geïnteresseerd, waaronder Olympique Marseille. Rekik heeft zich het afgelopen seizoen in de kijker gespeeld bij veel clubs in de Europese subtop. Door als 20-jarige verdediger uit te groeien tot een stabiele kracht in een kampioensploeg. Naar verwachting neemt hij over enkele weken zijn besluit over de toekomst.